Yo gasten en welkom bij deze nieuwe video. En het is al de tweede video en de tweede dag achter elkaar en dat zie je ook nooit bij mij. Maar in ieder geval, het is een nieuwe serie die ik ga doen. En je kan misschien al raden wat het is. Maar weet je wat het was? Ik heb nu 91 video's, openbare video's op mijn kanaal. En ik heb één keer een vlog geüpload, dus dat zijn 90 FIFA video's. En er zijn 2 head-to-head video's geüpload op mijn kanaal, geloof ik. Als ik het nu goed zeg, ja. En de rest is dus 88 Ultimate Team video's. En dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan wel. Maar het is natuurlijk lauw om natuurlijk iets anders te doen. En zoals je ziet ga ik een MyPlayer doen. Ik heb zoals je ziet nog geen gameface. Dus je ziet alles heel snel voorbij komen. Heb ik nog een neppe face. En ik heb altijd een gameface gehad sinds FIFA 10 of zo. Maar die hebben ze nu reset op een of andere manier. Maar hey, toen ik een nieuwe gameface wilde toevoegen, ging het ook weer niet door die kut EA site. Maar in ieder geval ga ik dat fixen, dat ik binnenkort sowieso een gameface heb. Want dat maakt het sowieso wat bruter. En zoals je ziet, hoe hoog kun je je fucking broek en shirt erin hebben, man? Gadverdamme, hoe lelijk is dat? Maar dat gaat ook allemaal veranderen natuurlijk, hoe ver je in de serie komt. Maar ik hoop dat jullie dit leuk gaan vinden. MyPlayer op mijn kanaal natuurlijk totaal anders dan een Road to Rail die ik ga starten. Nu heb ik dus Road to Rail handelen en spelen op Ultimate Team. En dit is in je eentje spelen. Career mode-achtige shit. Maar ik begin bij PAX Zwolle zoals je ziet. En PAX Zwolle, daar heb ik expres gekozen zodat ik al een beetje kans heb om gelijk te kunnen spelen bij die club. Zodat ik niet uitgeleend hoef te worden. En helemaal als ze van mij verwachten dat ik een 6 gemiddeld moet halen. 7 goals maar hoef te scoren in een heel seizoen. En 5 assists moet geven. En 10% van mijn schoten ook daadwerkelijk doel moeten treffen. Dus dat is allemaal redelijk te doen. En de trainer die heeft veel vertrouwen. Trainer Ron Jans natuurlijk bij Zwolle. En die hoopt natuurlijk dat we het net zo goed kunnen doen op FIFA als in het echt. Stelt mij gelijk op tegen Terek Grosny, geloof ik, uit Rusland. Dat het is, ja, dat is natuurlijk uit Rusland. En dan spelen we ook tegen. En we beginnen goed. En hier een schot van weet ik van wie het was. Maar het was in ieder geval een goede actie van Matty. Die een, in ieder geval in de eerste instantie goed uitkapt. Hier ook tussen 2 man door versneld. En dan schiet. Ik heb geen idee wie het was. Want de namen staan er niet onder. Dan moet ik even instellen dat die boven hun hoofd komen. Maar Terek Grosny blijft een taaie tegenstander te zijn. We komen er moeilijk door. En helemaal na zo'n goede aanval. Dan sukkel op passes. En ik ben natuurlijk een finisher. Heb ik aan het begin ingesteld. En als je dan slechte ballen krijgt van je medespelers. Ja, dan kun je daar niks mee. Hoe goede spits je ook bent. En dan eindigt deze wedstrijd. Uiteindelijk een 0-0 slechte wedstrijd. 5.3. Vaak out of position zoals je kunt zien. En eigenlijk niks goeds gedaan. Maar het hele team was dramatisch. En de tegenstander was ook dramatisch. Zoals je zag gaat Zwolle geloof ik nog 3 schoten. En Terek Grosny maar 1. Het was echt niet om aan te zien deze hele wedstrijd. Maar eindelijk we kunnen even fresh onze shit uit ons broek halen. Want daar moet je natuurlijk echt 1 wedstrijd voor gespeeld hebben. Wil je dat kunnen doen. Echt yes. Het ziet er eindelijk wat beter uit. Maar dan zegt de trainer. Jongen. Hij komt er niet in vandaag. Tegen Millwall gaan we kiezen voor Benson. Die mag ook laten zien wat hij kan. We hebben 3 goede spitsen dit seizoen. Die we alle 3 op kunnen stellen. En dan fuck. Dan scoort Benson. En dan bouw je. Dan... Uiteindelijk hoop je natuurlijk niet dat je concurrentie het wel goed weet te doen in de succesvolle wedstrijden. Maar ja, helaas scoort Benson. En toen dacht ik al van nee, hij wordt het hele seizoen toch niet opgesteld als hij zo goed door blijft gaan. Maar uiteindelijk, ja, je gaat zien. De trainer denkt, fuck it. Je ziet ondertussen trouwens nog dat ik een aanbieding krijg van Sondre Juske uit Denemarken. Je wordt altijd naar Denemarken geflikkerd op carrière mode. En ik denk, nee, ik wil gewoon hier blijven. Dan speel ik veel beter bij PAX Zwolle. Echt een prachtige club natuurlijk. De volgende wedstrijd moet ik tegen OH Leuven uit België natuurlijk. En dan speelt in één keer Fernandes die het mag proberen. Maar ook in die wedstrijd, ja, scoren we eigenlijk nauwelijks. 0 keer. We hebben dus al 3 wedstrijden gespeeld als Zwolle. En pas 1 goal gemaakt door Benson. Maar in het volgende moment zie je in één keer dat Cambuur, dat ik een wedstrijdverslag, wedstrijdverwachting krijg voor de wedstrijd tegen Cambuur. Ik moet 1 goal maken en een 6 halen en gewoon in ieder geval een goal maken. Dan heb ik alle achievements wel gehaald. Maar de trainer zit in één keer Benson erin. Ik denk, what the fuck Ron, wat doe je? Zo kan ik toch niet scoren en zo kan ik toch niet laten zien wat ik heb. En ook deze wedstrijd gaan wij niet scoren en verliezen we dik van Cambuur. En dat mag natuurlijk niet gebeuren en dan spelen we tegen Twente. En FC Twente, ja, dat is een moeilijke ploeg. Dan moet je natuurlijk je beste spits opstellen, zou je zeggen, als Ron Jans. Dus moet je niet iemand een kans geven waarvan je niet weet of diegene het eigenlijk wel in zich heeft. Dus het lijkt weer natuurlijk weer logisch dat ik op de, nou, niet eens op de bank mag plaatsnemen, maar weer in de tribune wordt gezet. Dus ik kijk toe, ik zie 1 doelpunt van Mokta die ondertussen al naar Twente toe is. Dus dat is ook weer zo lekker realistisch. Tegen zijn nieuwe ploeg heeft hij gescoord. Maar ook deze wedstrijd verliezen we dus. En de volgende wedstrijd was tegen FC Groningen. En toen ik bij de opstelling van FC Groningen keek, zag ik dat Gennaro Zeefuik erin stond. En daar was ik natuurlijk totaal niet mee eens. Dus ben ik gewoon naar Zeefuik toegegaan. Heb ik aan hem gevraagd, jongen, waarom sta je opgesteld? Wat vindt Groningen nou echt van jou? Voor me te zwaar bij FC Groningen. No shit, Sherlock. Vind je zelf van niet dan? Ja, tuurlijk. Goeie zelfreflectie, man. Ja, tuurlijk. Ja, want ik zag je laatst bij de McDonald's zitten, man. Waarom nam je een McChicken? Het leek me wel wat, dus heb ik het gewoon gedaan. Doe je dat vaak? Ik blijf dit elke week doen. Jemig, jij bent dik, vriend. Jij bent vreedverslaafd. Ja, tuurlijk. Oké, ik wil een wedje met je leggen. Als jij weet te scoren, trakteer ik je op een Big Tasty menu. Grote. Deal? Ja, tuurlijk. Vind je het een beetje op Romana lijken, of ben ik dan de enige? Ja, ze hebben het wel vaker gezegd.
Oh, mooi. Oké. Maar dan is het nu toch eindelijk tijd voor de wedstrijd tegen FC Groningen. En ja, Safex scoort. We verliezen 2-0. En die tasty menu kostte mij gewoon 8 euro. Die moest ik uit eigen zak betalen. En het schijnt, het is gewoon echt waar. Nadat hij die ene tasty menu van mij op heeft, heeft hij er op eigen kosten nog 2 op. Dus in totaal 3 menus bij de McDonald's op in 1 avond. Zo'n vreedzak is die. Maar deze aflevering gaan we afsluiten met een aanbod van een andere, een of andere rare Deense club. Moet ik hierheen gaan? Dat wil ik van jullie horen. Moet ik naar de Deense club gaan of moet ik wachten op mijn kans bij PAX Zwolle? Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik wil jullie vragen of jullie het leuk vinden, zulke soort video's. My Player, of jullie dat leuk gaan vinden. Laat even een like achter als je het leuk vond. Laat even achter of ik mag blijven bij die club. En nu ik een nieuw 2 series kan gaan doen en ik ook veel meer losse uploads wil gaan doen, wil ik sowieso 5 keer per week gaan uploaden. Misschien wel 6. Ik wil gewoon zoveel mogelijk uploaden. Dat echt lekker actief blijft. En ik heb zin om het te doen ook. Of vind ik FIFA 14 tot nu toe een beetje tegenvallend. Want ik vind het al leuker worden. Mijn mening van gisteren is al iets aangepast. Maar het is nog steeds. Er zit iets in, jongen. Maar doei, laat een like achter. Doei.